Goedenavond. Over minder dan 4 uur is 2011 voorgoed voorbij. In grote delen van de wereld is 2012 trouwens al begonnen. De eerste beelden van nieuwjaarsvuurwerk die we binnenkregen komen uit Nieuw-Zeeland. Intussen zijn ze ook al in Australië, Japan en Rusland aan het feesten. En nu zijn Oezbekistan en Pakistan aan de beurt. Een overzicht door Riyad Bari. De grootste stad van Nieuw-Zeeland, Auckland, was een van de eerste om het nieuwe jaar in te zetten. Met spetterend vuurwerk van op de Sky Tower in het hartje van de stad. Het is dan 12 uur 's middags bij ons. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Twee uur later is het de beurt aan de buren van Nieuw-Zeeland, Australië, met zijn jaarlijkse vuurwerk van op het Operahuis in Sydney. Ook in sommige delen van het grote Rusland is 2012 al gevierd. Dat gebeurde onder andere hier in Vladivostok. En zo gaat het in sneltreinvaart voort. In Tokio wordt 2012 verwelkomd met heel wat ballonnen. Daar hopen ze na het rampjaar 2011 met de aardbeving en tsunami op een beter en nieuw jaar. Gelijktijdig met Japan start 2012 in Zuid-Korea. Daar luidt de gong het nieuwe jaar in, een eeuwenoude traditie. Als ze ergens 2012 hebben ingeknald, dan is het wel in Hongkong. Met massa's vuurwerk en loeiharde muziek werd het nieuwe jaar daar stevig ingezet. In de Taiwanese hoofdstad Taipei willen ze natuurlijk niet onderdoen. Het vuurwerk spat eruit de wolkenkrabbers. En straks is het gewoon aan ons. Veel mensen zijn naar de kust getrokken om daar nieuwjaar te vieren. Alle hotels zitten vol en flink wat appartementen zijn verhuurd. Ook de meeste restaurants die een nieuwjaarsmenu aanbieden zijn volgeboekt. Thijs Mauro. Tussen de Oostendenaars in de winkelstraten lopen dit weekend ook heel wat toeristen die hier de overgang van 2011 naar 2012 komen vieren. Deze avond gaan we eerst eten met z'n allen. En dan alles rustig aperitieven. En dan zullen we mij allemaal naar het strand trekken voor het vuurwerk te kijken en dan een avond verder te zitten tot in de vroege morgen. Dat we niet meer weten waar we zijn geweest. Ja. In heel wat appartementen aan zee is dit manoeuvre ondertussen uitgevoerd. Koelkasten worden gevuld met champagne en de tafel is feestelijk gedekt. Dit is een toeristisch topweekend. 2012 dient zich perfect aan voor ons. Oostende zit vol, misschien nog een paar kamertjes vrij in de hotelsector. Maar voor de rest ziet het er naar uit dat het een knalweekend wordt natuurlijk. Hè. In veel restaurants aan zee is het ook alle hens aan dek. Aan tafel worden heel veel vorken en messen voorzien, want meestal is er vanavond één uitgebreid menu. De koks zullen uit hun pijp moeten komen, want de kustrestaurants zijn volgeboekt. Als u straks een paar vuurpijlen wil afschieten, let dan toch even op. Want in een aantal steden en gemeenten gelden strenge regels. In Gent mag u enkel vuurwerk afsteken tussen 11 uur vanavond en 2 uur morgen vroeg. En u moet ouder zijn dan 16 jaar. In Mechelen heeft u een toelating nodig van de burgemeester om vuurpijlen af te schieten. Overtredingen worden bestraft met €250 boete. En in sommige Kempense gemeenten, in Mol, Balen en Dessel, mag zelf vuurwerk afsteken helemaal niet. In studentenstad Leuven is het vanavond verboden om vuurwerk af te schieten op straten en pleinen. En op straat mogen ook geen glazen en glazen flessen van burgemeester Tobak. We hebben vorig jaar 9 ton, 9000 kilo glasbreuk geruimd. Dus de milieudienst na de oudejaars, nieuwjaarsnacht. Dus dat willen we vermijden. Ook al niet alleen omdat we daar een tapijt van glas hadden. Dat is niet zo goed voor de schoenen of voor de voeten. Maar bovendien omdat dat ook natuurlijk een wapen is voor degene die heibel wil maken, die amok wil maken, gebruikt die scherven enzovoort. Dus we proberen dat te vermijden. In haar nieuwjaarstoespraak zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat het op economisch gebied volgend jaar nog slechter gaat worden dan dit jaar. En ze voegt eraan toe dat Duitsland alles zal doen om de euro te redden. Maar dan moeten ook de andere eurolanden daaraan meewerken.
Angela Merkel waarschuwde het Duitse volk, maar ook heel Europa. 2011 was een heel moeilijk jaar voor de eurozone. 2012 wordt nog moeilijker. Maar Merkel belooft er alles aan te doen om de euro te redden. Heute nun können Sie darauf vertrauen, dass ich alles daran setze, den euro zu stärken. Gelingen aber wird das nur, wenn Europa Lehren aus Fehlern der Vergangenheit zieht. Eine davon ist, dass eine gemeinsame Währung erst dann wirklich erfolgreich sein kann, wenn wir mehr als bisher in Europa zusammenarbeiten. Doch moeten we ons geen illusies maken. Merkel blijft eisen dat de landen zoals Griekenland, maar ook Spanje of Italië hun besparingsdoelstellingen halen. Een allesomvattende Europese oplossing zal de Duitse publieke opinie niet aanvaarden. Merkel moet verkozen worden uiteindelijk in Duitsland en niet in Griekenland of in Italië. Dus dat maakt dat zij in de eerste plaats denkt aan die belangen van Duitsland. En in Duitsland, of in elk geval naar de Duitse kiezers toe, is toch de voorbije jaren onvoldoende uitgelegd hoeveel belang dat Duitsland eigenlijk zelf ook wel heeft bij het behoud van die eurozone. In de vooravond heeft de Griekse premier Lucas Papadimos zijn landgenoten opgeroepen de pijnlijke besparingen voor te zetten. Want alleen op die manier kan Griekenland vermijden dat het uit de eurozone wordt gezet. Μια πολύ δύσκολη χρονιά έρχεται. Πρέπει να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα την προσπάθεια. Για να μην πάνε οι ως τώρα θυσίες χαμένες. Για να μην μεταβληθεί η κρίση σε μια άτακτη καταστροφική χρεοκοπία. Για να παραμείνουμε στο ευρώ. Voor president Obama van de Verenigde Staten en premier Poetin van Rusland wordt dit een speciaal nieuwjaar. Want ze willen beide in 2012 opnieuw president van hun land worden. Riad Bari selecteerde de hoogtepunten van hun nieuwjaarstoespraken. So more than anything else, you are the ones who make me hopeful about 2012. Because we've got some difficult debates and some tough fights to come. As I've said before, we're at a make or break moment for the middle class. As president, I promise to do everything I can to make America a place where hard work and responsibility are rewarded. One where everyone has a fair shot and everyone does their fair share. That's the America I believe in. That's the America we've always known. 2011 was een rampjaar voor de beurzen wereldwijd. De economische uitdagingen voor 2012 zijn bijzonder groot. En dat beseffen ook de wereldleiders. In Rusland klinkt wel een ander geluid. Мировая экономика не устаканилась, бушует. В этом смысле Россия представляет из себя в известной степени островок стабильности. Rusland kwam de voorbije weken in het nieuws met de protesten na de voorbije parlementsverkiezingen. Vele Russen konden zich niet vinden in de verkiezingsuitslag. De prijs van de democratie, zegt premier Poetin. Киевремена политики всегда эксплуатируют чувства граждан. Немножко все раскачивается, бурлит. Но это неизбежная плата за демократию. In het Witte Huis blikken ze intussen terug op het jaar 2011 met de dood van Osama bin Laden en het einde van de oorlog in Irak. The last year has been a time of great challenge and great progress for our country. We ended one war and began to wind down another. We dealt a crippling blow to Al-Qaeda and made America more secure. En om te vieren dat de Amerikaanse soldaten Irak hebben verlaten, heeft premier Maliki de laatste dag van het jaar uitgeroepen tot een feestdag. Maar eigenlijk heeft Irak weinig reden tot feesten. De regering van Nationale Eenheid zit in een diepe crisis en het gevaar dat het geweld tussen de bevolkingsgroepen oplaait is reëel. De laatste Amerikaanse soldaten zijn bijna 2 weken geleden uit Irak vertrokken. Om dat te vieren riep premier al-Maliki 31 december uit tot feestdag. يوما وطنيا إنه يوم العراق إنه عيد العراقيين جميعا إنه فجر يوم جديد أطل على بلاد وادي الرافدين. Na het verdwijnen van Saddam Hussein en het vertrek van de Amerikanen is het tijd om naar de toekomst te kijken. إن بلدكم أصبح حرا وأنتم أسياد تستحقون وليس على أبناء العراق المخلصين إلا الحفاظ على سيادته. Toch oogt de toekomst somber. De Sjiïtische premier heeft een zwaar conflict met de Soenieten en een nieuwe golf van sectair geweld is verre van ondenkbaar.
In Nigeria heeft de president de noodtoestand uitgeroepen in 4 regio's in het noorden, het oosten en het centrum van het land. Het zijn plaatsen waar recent dodelijke aanslagen zijn gepleegd door de islamitische terreurbeweging Boko Haram. Onder meer de aanslagen van kerstdag, waarbij zeker 42 doden zijn gevallen. President Goodluck Jonathan belooft dat hij Boko Haram zal vernietigen. Boko Haram just started as the humblest group in Borno State. At the time, they were used by politicians to foster their political interests. Now they have grown cancerous. And Nigeria being the body who want to kill people, and nobody would allow them to do that. Bij ons is er geen sneeuwvlokje te bespeuren, maar in de Alpen is dat even anders. Door de hevige sneeuwval van de voorbije dagen is de Mont Blanc-tunnel tussen Frankrijk en Italië tot morgenochtend gesloten. In de streek van de Savoie en de Haute-Savoie was er een groot risico op sneeuwlawines. Maar vanmiddag is de alarmfase wel verlaagd van oranje naar geel. Sinds donderdag is er een pak sneeuw gevallen in de Franse Alpen. Om dan op je vakantiebestemming in de bergen te geraken is er maar één oplossing: sneeuwkettingen. Als je weet hoe je die moet opleggen natuurlijk. Ja, je gaat comprendre, hè? Moi non, mais lui oui. Donc c'est l'essentiel. Et oui, mais c'est mieux comment tu veux le. Enfin toujours en mêlée, hein. Quoi faire avec. Ouais, on a réussi. C'est bon. Vu les conditions de circulation et la neige qu'il y a sur la route. Les gens systématiquement mettent les chaînes. Donc une fois bien chaîné, ça monte sans problème ou ça descend sans problème. In de Savoie en Haute-Savoie is tot 80 centimeter, soms 1 meter sneeuw bijgevallen. Het gevaar voor sneeuwlawines is hier bijzonder hoog, 5 op een schaal van 5. In het skistation van Tignes was daarom maar 1 of 4 skipistes open. Je fais pas vraiment dehors piste, ça m'arrive de prendre sur le côté des pistes mais avec un risque 5, je fais pas le malin. Deze namiddag heeft Meteo France voor dit gebied de alarmfase verlaagd van oranje naar geel. Maar het blijft opletten geblazen. Ook bij de buren in Zwitserland, meer bepaald in kanton Wallis, is er volgens de autoriteiten een groot gevaar voor sneeuwlawines. Kim Kleisters begint morgen aan wat haar allerlaatste tennisseizoen moet worden. Eerst speelt Kleisters het toernooi van Brisbane en daarna de Australian Open, het eerste Grand Slam toernooi van het jaar, waar Kleisters trouwens haar titel verdedigt. Vanuit Australië, Inge van Meensel. Het vuurwerk barst los boven de Brisbane River, maar het feestgedruis laat Kim Kleisters aan zich voorbij gaan. Zij wil knallen op nieuwjaarsdag op de tennisbaan. Ik ga vanavond gewoon op tijd met mijn bed in en morgen heb ik een wedstrijd. Hè. Dus ik ben wel blij dat ik eraan kan beginnen. Nu toch al een 3 of 4 maanden zonder een officiële wedstrijd te spelen is toch wel lang. Dus het mag wel beginnen voor mij. Kleisters heeft de voorbije maanden op training nog een tandje bijgestoken om in schoonheid te kunnen eindigen. Toen ze een eerste keer stopte in 2007, begon haar afscheidstournee ook in Australië. Maar wel met een heel ander gevoel. Ja, omdat dat gevoel dat ik ermee wil stoppen misschien toen wel wat feller was. Nu ben ik daar helemaal niet mee bezig. En nu heb ik zoiets van, kijk, ik ben hier en ik focus mij op de toernooi en ik wil hier zo goed mogelijk spelen. En we zien wel wat. Allee, ja, ik heb gezegd tot en met de Olympische Spelen, maar ik heb niet gezegd dat het daar moet eindigen. Hè. Dus op dat vlak weet ik het eigenlijk zelf nog niet helemaal. Nog zoveel mogelijk grote toernooien winnen, dat is haar sportieve doel voor 2012. En dit zijn haar wensen voor iedereen in België. Ik wens iedereen een gelukkig en een gezond 2012 toe. Ik denk dat jullie het iets later als ons zullen vieren. Dus ik wijs het hier al op 1 januari als bij jullie de toeters en de bellen worden bovengehaald. Maar geniet ervan. Feest voorzichtig, maar feest goed. En het allerbeste. En daarmee heeft u het allerlaatste journaal van 2011 gehad. Morgenmiddag is de nieuwsdienst weer present met Goedele Wachters na het nieuwjaarsconcert op 1. Ik wens u nog een feestelijke overgang van oud naar nieuw. Tot ziens. Het weer kunnen we niet altijd voorspellen. Het rendement van onze kasbons wel. Dexia Bank.
Vannacht zwaar bewolkt en zeer zacht weer. De minima schommelen in Vlaanderen rond 10 graden. Af en toe valt er wat lichte regen of motregen, vooral na middernacht. En de wind waait stevig uit zuidwestelijke richtingen. Ook morgen is een zwaar bewolkte, sombere en miserige dag met de zeer zachte maxima. Die schommelen tussen 7 en plaatselijk 13 graden. Alweer vrij veel wind uit het zuidwesten. Dan de nacht van zondag op maandag is er veel neerslag in Vlaanderen, tussen 10 en 25 liter water per vierkante meter. Maandag eventjes een wat drogere adempauze, maar voor dinsdag verwachten we alweer stormweer met dan rukwinden van 80 tot misschien wel 100 kilometer per uur. Het weer kunnen we niet altijd voorspellen. Het rendement van onze kasbons wel. Dexia Bank. Wij zijn het graafste volk ter wereld. Het is 2011, wat een jaar! Sing here for Christmas. Cheers, cheers, well done, cheers, 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 cheers. Dankzij Canvas ben je niet alleen dit eindejaar. Merry Christmas, darling, wherever you are. De nieuwste film van Clint Eastwood met Judi Dench, Naomi Watts en Leonardo DiCaprio. Genomineerd voor een Golden Globe. I want those files. Ontdek de film in de beste omstandigheden. In een exclusieve VIP-zaal met tal van extra's. Op vrijdag 6 januari in Utopolis Mechelen. Speel mee voor exclusieve tickets op canvas.be. Of course I'm a man for the job. What is the job, by the way? Find Prince Faisal. You permit the Turks to stay in Aqaba? Yes, it is my pleasure. Een onverwoestbare klassieker. I told you to take Aqaba. No one. Lawrence of Arabia, morgen op Canvas. De jaren 80 kun je associëren met synthesizers en foute kapsels, maar ook met Hittering, Cheers, De Drie Wijzen of Allo Allo. En uit die shows van toen kozen wij de grappigste passages. Die wijze moest de taalstrijd op televisie worden. Daniel van Avermaat en niet Koert van Egen was dus de eerste presentator. Let ook op een overvloed aan gordijnen in het decor.